De vloeken die de Afro-Surinamers vandaag de dag achtervolgen, komen veelal uit de slavernij. Kapitein Johannes Niafai, voorzitter van Maron Platform Tevens Cultuurkenner, zei dit afgelopen zaterdag tijdens de lezing Hoe was het leven op de plantages tijdens de slavernij in Suriname in het Claudette Tatoni Multifunctioneel Centrum. De vloeken zouden zijn ontstaan omdat het de zwarte man zelf was die zijn broeders en zusters kwaad aandeed. Als voorbeeld noemt Niafai de rol van de zwarte basha die de opdracht van de witte man volgde. Want amabede van de maikaren opzichter no? Amabede opzichter. Dus amam luku sumai lowe, sumai voer de opdrachten uit. Maar die ben wan lowe daar, maar is tot die kiri want amabab wapen. En na de kunu dati, de achtervolg kunu. Want a wet man o kiriu, apot wan trabla kas malek yusere fu sutju kiri. Da kunu dat tang. Misan lowe, e goina busi, me onti wan trabla ka masai ko sukumi bakaf chiren. Sisa de mample yang a unu. Dus da awra geest dat e tang e achtervolg unu. En sa kom sa, te yu simi, eerste denk is hy abi. Luku wan tak ruwai kon jabaka. Ma ano yu wan du so, na wra geest na kunu emek ye gedrag yu so. Omdat vanaf a plantage libi, asanda kweki. Niafai zegt dat de splitsing tussen de Afro-Surinamers gecreëerd is door de witte man. Hij vraagt zich af waarom dit na zoveel jaren nog steeds niet veranderd kan worden. Dit zal alleen kunnen als de vloek die sinds de slavernij is ontstaan verbroken wordt. Fawo fete. Om accepteren ons leven. Lek faide. Zolang dat nog maar vindt plaats, wordt dan draai een cirkel nog maar. We. Olang de wek mag wek bang. De sande uno ma veranderen. Dus wat Rokof doet, wat voor Rokof doet. Omdat om een bigis maf bin nga yusan gue, den gue nga mandi nga ati brong. Te yu wan yep mi wan sani atakru se ifa yeye kon tot eiten. Te mi wan yep yu wan sani atakru se yeye kon. Kan prodofa wani, kan do ala sot sani, opo organisasis. So langa apis dat no seti. Ano gobo. Niafai benadrukt dat de Afro-Surinamers zichzelf meer moeten accepteren. Ook is hij voorstander van meer onderzoek naar het verleden en hoe de Afro-Surinamers van elkaar gescheiden zijn. De strijd die nu geleverd moet worden zal volgens hem op zowel geestelijk als menselijk niveau moeten zijn. Deze lezing is georganiseerd door de stichting Vitifuini en Maron Platform.